Hallo iedereen, Mario terug. Vandaag ga ik Asian snacks en drankjes proeven. Ik heb een redelijk grote aankoop gedaan. Ik heb iets meer dan 60 euro snacks en drankjes gekocht in een Asian store. En die ga ik nu wat proeven. En mijn commentaar met jullie delen. Wat dat ik ervan vind, of dat ik het lekker vind of dat ik het niet lekker vind. Maar eerst ga ik nog een shout-out weggeven. Die had ik beloofd aan de persoon die dicht bij het bedrag zat. Dat ik besteed heb aan al de make-up die ik in mijn vorige video heb gekocht. Dus we gaan nu kijken om die shout-out weg te geven. Zo, de shout-out is voor CCML21. Die raadde 200 euro. Al de rest was onder de 200 euro. Ik moet zeggen, ik heb 286,90 euro besteed in mijn vorige video aan make-up. Dus ja, het was een redelijk grote aankoop. Maar ik moet zeggen dat ik er al enorm van genoten heb van de make-up. Dus ja, als is de shout-out gaan naar jou, CCML21. Dankjewel voor te reageren. En dan gaan we beginnen met de video. Tada! Oké, we gaan beginnen. Ik ga beginnen met iets om te eten. Ik zal die Jelly Strauss als eerste uittesten. Oké. Een groentje en ik zal een rode ook testen. Ziet er trouwens lekker uit. De geur komt er al zo al uit. Dit is echt goedgekeurd, dat vind ik heel lekker om te eten. Dan zal ik deze Tao Kai Noi Crispy Seaweed. Ah, zeewier. Zo'n dit eens proeven. Ja. Het ziet er al zo uit. We zullen dat proeven, hè. Ja, dat vind ik wel lekker. Ja. Het ziet er zo wel vreemd uit, vind ik. Maar het is wel lekker. Het handige is, er zit zo een dingetje in waarmee je twee kunt toedoen. Super handig dus om te bewaren. Oké. Ik heb ook wat dorst gekregen, dus ga ik nu een drankje uittesten. Dit ziet er heel lekker uit, met lychee nectar. Volgens mij moet dit wel lekker zijn, denk ik. Het ruikt naar lychee. Ja. Dit is wel mijn ding, ja. Oh, dit is echt lekker. Lekker, lekker, lekker. Er zit geen bruis op. Het is zo lekker. Oké, het volgende. Nu denk ik dat ik een van deze ga testen. Maar eigenlijk zou je dat moeten opeten of met een lepel? Ik heb altijd een lepel voorzien, maar ik weet eigenlijk niet of je dat met een lepel moet opeten. Of dat gewoon... Ik ga het gewoon zo doen met een lepel.
Het zit duidelijk wel hard in. Ja. Dat is heel lekker. Ik heb hier ook nog twee soorten nootjes staan. Ik ga eerst deze testen. De Peanut Coconut Cream Flavor Code. Coco dit? Dat is mijn kokosnoten. We will see on. Het zit zo tot daar gevuld. Dus het... Het was hier gevuld, dus eigenlijk is dit het deel er te veel aan. Ja, ik vind het wel lekker eigenlijk. Wel lekker tijdens dat je zo'n film bent aan het kijken ofzo, lekkere nootjes. Ja, nu dat we toch met de nootjes bezig zijn, ook deze nootjes proeven. Kaohsiung nuts. Kaohsiung nuts. Chili en lime peanuts. Waarschijnlijk spreek ik het helemaal verkeerd uit. Alvast sorry. Daarvoor. Dat ziet er zo uit, de nootjes. Het ruikt altijd heel lekker. De limoen smaakt meer door dan de chili. Ja, vind ik wel. Savam, ik vind die andere dan wel beter. Deze vind ik lekkerder. Persoonlijk. Oké, nu ga ik dit uittesten. Gedroogde mango. Mango vind ik sowieso lekker. Maar wat ik het gedroogd ook lekker vind... Dat weet ik niet. Ergens betwijfel ik het mij. Het heeft een... Toch wel... Een vreemde geur, vind ik. Maar wie weet vind ik het super lekker, hè. Ze zijn allemaal een beetje aan elkaar geplakt. My god. Ja, zoveel ga ik er nu ook weer niet op eten. Gewoon eentje. Ziet er zo uit. Ik vind het niet slecht. Of dat ik het beste vind, wat ik in deze video test, dat denk ik niet. Maar, ik vind het wel lekker. Ik had niet verwacht dat ik het lekker ging vinden. Maar, het is... Lekker. Lekker, lekker, lekker. Dan heb ik zo twee zakjes met Pillows. Youp filled crackers en Choco filled crackers. Eerst de Youp filled crackers. Ik weet niet, waarschijnlijk spreek ik het ook weer verkeerd uit. Sorry ervoor. Het ruikt speciaal. Het ziet er zo uit. Zoals een beetje op de verpakking aantoont dat het paars ging zijn. Het is vooral speciaal. Maar niet slecht. Niet slecht. Zeker niet slecht. Het is zo'n beetje... Ik heb er zo wat cornflakes gevoel bij. Ik kan er mega dom overkomen. Misschien is dat gewoon cornflakes. I don't know.
Vitamine A. Dat ook. Blijkbaar zit er vitamine A in. Of zo. Deze is moeilijker open te krijgen. Echt, ja, wat zult dan? Wat zal doen? Ja, deze is gewoon een bruin dingetje. Dus precies zo een van onze cornflakes, hè? Deze vind ik lekkerder. Goed, dat was heel lekker. Dan nu wil ik nog iets, een drankje proeven. Ik weet bijna 100% zeker dat ik deze twee drankjes super lekker ga vinden. Aloe vera original en ik heb ook het aloe vera met lychee. Ik denk dat ik al eens in het verleden zoiets gedronken heb in een, toen ik gaan uiteten was. De deze, denk ik. Dus ik ga de roze one proberen. Moet je dat schudden eigenlijk voor het drinken? Wat heb ik hier? Ik weet niet wat dat moet. Zo. Ik ga het in een glas gieten. Het is echt gewoon wit met zo wat vlokjes in. Het zijn wel vlokjes in. Volgens mij zijn dat lychee-brokjes. Denk dat ik verwachtte. Dat vind ik echt lekker. Wel nog blij, ik heb er twee van gekocht. Van deze heb ik er ook twee gekocht, omdat ik bijna 100% zeker was dat ik het graag ging drinken. Dus ik ga deze ook uittesten. Ofwel is dat aloe vera brokjes, want hier heb ik die brokjes ook in. En dat is original. Dus wie weet is het gewoon aloe vera. Flavor. Ik zou nu, raar maar waar, deze voornemen op de roze. Terwijl ik dacht dat ik die met lychee lekkerder ging vinden. Ik vind ze altijd heel lekker. Maar de original vind ik dan toch iets lekkerder. Oké, dan gaan we verder naar dit. Goed, dat niet, dat weet ik niet. Dat kan ik... Bin Bin Rice Crackers. Coconut Milk Flavored. Bin Bin Biscuit de Riz Noir de Coco Saveur du Lait. Frans kan ik dat helemaal niet. Maar ik zie dat allemaal voorgepakt is. Dus het is super handig. In deze coronatijd. Kijk, is dat allemaal zo voorgepakt? Dus misschien kan ik dat meenemen naar mijn werk. Ik kan het een vriendin. Zo, een zakje laten proeven. Oh, het ruikt lekker. Oh, het ruikt echt super lekker. En het is wel lekker. Zo. Onion rings. Dit moet toch gewoon lekker zijn. Toch? Ik denk dat wel. Oh. Waarom zijn de verpakkingen zo hard toe? Oh. Lekker, lekker, lekker. Die ga ik straks sowieso helemaal opeten. Delicious. Dus ik wil deze nog testen. Maar ik eigenlijk heb nog heel veel in mijn doos zitten apart.
allemaal noodles. Noedelsmaakjes dat ik ook gekocht heb. Dat mijn vriendin zei van, die zijn lekkerder dan de Aiki noodles. Dus we gaan die testen. Ik ben daar vrijwel 100% zeker van dat ze inderdaad veel lekkerder zullen zijn dan Aiki noodles. Dan ga je eens nog een drankje drinken. Drink with rose. Flavor basil seed. Het zag er speciaal uit. Vooral gewoon, ik weet niet of je het kunt zien. Ja, je kunt wel zien. Die bolletjes dat erin zitten. Daarmee dat ik het schud. Het ziet er toch gewoon fantastisch lekker uit. Toch? Het ruikt als een Nina Fristi. Ik moet een klein beetje proeven. Ja, dat vind ik nu toch wel vreemd. Het is geen fristige smaak, dat sowieso niet. Ja, oh, speciaal. Maar ik kan niet zeggen dat ik het slecht vind, dat ook weer niet. Maar of dat ik dit nog zou kopen, dat denk ik niet. Ik vind niet... Ik heb niet het gevoel van, oh, ik ga dit niet kunnen uitdrinken, van, want ik vind het niet lekker. Nee, dat gevoel heb ik niet, maar ik heb wel het ding van, dit koop ik niet nog een tweede keer opnieuw. Ik ga het wel uitdrinken, dat wel. Want het is niet slecht slecht, maar het is niet mijn dada gewoon. Dat kan bij iemand anders dan wel zijn ding zijn. Maar bij mij niet zo. We're gonna try this. Lion pea stick. Dat zijn, ik vind dat het er echt lekker uitziet. Dat ziet er toch, dat ziet er toch echt lekker uit. Weet je wel van die boontjes met die bolletjes in? Dit vind ik er echt gewoon lekker uitzien. Dus ik hoop dat het lekker is. Oh. Heel specifiek. Heel speciale geur, maar heel lekkere geur. Man, man, man. Zo een goede geur. Ik vind echt een lekkere geur, jongen. Een lekkere geur. Ziet er zo uit. Precies wel een krokant ietsje. Oké. Dit is echt heel lekker. Ook heel lekker. Dan ga ik nu nog deze twee testen. En dan ga ik nu de drankjes testen en dan ga ik ermee ophouden voor deze video. Het is twee verschillende smaakjes. De green tea mochi en ik heb ook de coconut pandan mochi. Mochi la dua. We zullen met deze beginnen met de coconut. Oké, hoe schattig is dit verpakt? Kijk. Hoe cute! Het zit gewoon in zo'n een cutie dingetje. We gaan dit eens uittesten, hoor. Oh, dat is niet zo bedenk. Oh, dat is speciaal. Oké. Misschien is deze lekkerder. De green tea. Mochi, dat moet toch lekker zijn. Green tea. Tada. Is het weer in zo'n schattig dingetje. Deze keer in groen. Die textuur is zo vreemd. Oké. Het is duidelijk dat dit is not my thing. Maar ik moet zeggen, al de rest dat ik geproefd heb, vind ik wel heel lekker. Dus eigenlijk valt er niet zo heel veel tegen. Het is alleen maar dit die tegenvalt. Dus ik ben heel blij. Maar we zijn nog niet klaar. We gaan nu nog dit testen. Ik kon ook een blik gekocht hebben. Maar ik was zoiets van, kom Mario, we nemen gewoon een karton. We nemen gewoon een grote karton van
Hoeveel zit hierin? 1 liter. Made with whole soybeans. Soybean drink. Boisson au soja, hè. Ik kan dat weer in hetzelfde glas doen, hè. Ja. Het is speciaal. En nu als laatste de kokosnoot Mogu Mogu. Zoals je kan zien zitten er daar allemaal van die brokjes in. Dat is het lekkerste gewoon van heel Mogu Mogu. Ik moet zeggen, echt, deze smaak, deze kokosnoot heb ik nog nooit gedronken. Normaal drink ik altijd de blauwe of de roze Mogu Mogu. Je wil zien? Het is lekker. Maar ik vind deze smaak het minste dat ik al gedronken heb. Want dit vind ik echt wel een heel, heel, heel lekker drankje. Maar ik heb toch liever de blauwe en de rode en zo. De aardbeesmaak en zo vind ik het lekkerder. Maar het is lekker. Het is lekker. Dus het besluit van deze video is, ik vind alles lekker. Behalve deze dingetjes. Sorry mensen, voor de mensen die dat wel graag eten. It is not my thing. Daarom ook, iedereen heeft zijn eigen smaak. Iedereen vindt andere dingen lekker, dus maakt niet uit. Ik vind het minder lekker. Maar ik heb wel genoten van de video. Ik hou van eten, dus zo'n video's zijn altijd leuk gewoon om te maken. Dus misschien maak ik wel nog een video met mijn noodles. Asian noodles proeven. Met Mario. Als je dat wilt, laat zeker weten in de comments als je wilt dat ik nog een tweede deel maak, maar dan met de noodles. So, let me know. See you later, alligator. Bye!